bij deze nieuwe video. Voordat ik begin met de video, het is vandaag een super warme dag. Het is echt like 28 graden of zo. Dus ik heb de ramen voor mij en achter mij open gedaan, zodat ik een beetje tocht krijg. Anders smelt ik hier gewoon dood midden in de video. Dus als je een beetje wind hoort op de achtergrond, dan is het dat wat je hoort. En ik kan de ramen echt niet dicht doen, want dan ga ik hier echt dood. Want het is echt super, super warm. Maar goed, de video van vandaag, zoals je kunt zien, zie ik er nu totaal niet uit. En dat komt omdat ik mezelf weer een makeover ga geven. Iedereen die een beetje bekend is op social media, online en zo, heeft vast al wel gezien dat felle kleuren nou helemaal in zijn. Fel groen, fel geel, alles wat fel is, is nou helemaal een trend. Dus ik dacht, ik ga meedoen met die trend. En ik ga mezelf een neongroene makeover geven. Met kleding, pruik, make-up, alles. Alles wordt neongroen. Dus zet alvast je bril op, want het wordt heftig. En ik heb nou gewoon even mijn haar in een staart. Omdat, ja, nogmaals, het is warm. In mijn 300 euro AliExpress shoplog had ik ook laten zien dat ik twee pruiken van de AliExpress had besteld. Een roze en een groene. En ik wilde daar allebei een look mee gaan maken. Dus ik was aan het twijfelen of ik dit echt op mijn kanaal ging doen of gewoon op mijn Instagram. Maar ik heb besloten om de roze makeover look te plaatsen op mijn Instagram. Dus volg me vooral daar als je die wilt zien. Die staat er al op. En de groene makeover wilde ik dan hier doen op mijn kanaal. Want dat leek mij wel leuk. Nou, laten we dan snel gaan beginnen met een makeover. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ze blijf je op de hoogte. Duimpjes omhoog. En dan gaan we snel beginnen. Oké, omdat het vandaag een vrij makkelijke ooglook is, ga ik eerst beginnen met het gezicht. Het wordt wel een hele full glam make-up look. Maar ja, met een hele makkelijke ooglook. Ik ga mijn gezicht primen met de Catrice Prime & Fine primer. Dit is een hele fijne primer als je wil dat je make-up lang blijft zitten. Hij is een beetje plakkerig, waardoor alles gaat plakken aan je gezicht en het er goed op blijft de hele dag. Als foundation gebruik ik mijn Fenty Foundation in de kleur 240. Dit is een volledig dekkende matte foundation. En vooral omdat het nou zo heet is, gebruik ik een matte foundation. Want die houdt mijn huid dan mat en niet zo glanzend. Waardoor het niet te veel gaat glanzen straks. Want ik hou mijn make-up gewoon de hele dag op vandaag. Kijk al die plukjes die allemaal zo uitsteken. Oh my god. Dat is zo lelijk. En als concealer de Fenty Concealer in de kleur 210. Ik ben nou echt helemaal into mijn Fenty Foundation en Concealer. Ik vind het een super fijne combi. Ze werken ook heel fijn samen met elkaar. Echt top. En om mijn gezicht te cream contouren gebruik ik de Huda Beauty Tattooing in de kleur medium. Ik had online gezien dat een aantal mensen een beetje moeite hebben met dit product. Omdat het ook best wel donker is en zo. Maar je moet echt gewoon niet te veel gebruiken. Gewoon zo een klein beetje. Want ik heb ook dus een keer echt te veel gebruikt. En toen had ik er ook moeite mee. Dus ja, gewoon niet te veel gebruiken. Dan is hij gewoon ideaal. En dan ga ik alles uitblenden met mijn beauty blender weer. Ik begin eerst met de contourkleur. En als ik dat dan heb gedaan, dan ga ik verder met mijn concealer. Weet je waar ik dus echt van baalde? Ik wilde dus mijn kleurlenzen gaan indoen. En ik wilde groene indoen. Omdat ja, vandaag is het all about groen. En ik maakte dat potje open en ze waren gewoon helemaal uitgedroogd. Ik had er geen vloeistof in gedaan. Super dom. En nou waren mijn groene kleurlenzen dus uitgedroogd. Dus ik heb nou maar gewoon hele lichte bruine ingedaan. Die zijn ook wel een beetje groenachtig. Maar echt, ik wilde dus echt gewoon groene ogen hebben. Maar ja, helaas. By the way, al mijn lenzen zijn altijd van Elders Lenses. Ik plaats alles in de beschrijving. Als poeder gebruik ik mijn Huda Beauty poeder in de kleur Pound Cake. Oh, hij is bijna op, jongens. Dit is echt de fijnste poeder ever. En ik doe lekker veel poeder over mijn hele gezicht. Zodat mijn make-up er niet gaat afsmelten en het gewoon goed blijft, ondanks de zon. Zo, terwijl ik de poeder eraf haal, breng ik het ook nog zo aan over mijn hele gezicht. En dan nog een keer contouren, maar nou met poeder. En daarvoor gebruik ik mijn NYX Highlight & Contour Palette. Like always. En ik gebruik weer deze kleur. En dan nog wat meer poeder. Ik gebruik mijn Benefit Hello Flawless poeder. En daarmee ga ik nog over onder mijn ogen. Ga ik het hier nog iets extra poederen. Zodat het wat meer dekt. Wat smoother wordt. Wat lichter wordt. En ik ga er een beetje mee over mijn neus. Zodat die contour wat beter inblendt ook. En dan een beetje MAC Fix Plus. Dit is in de geur Rose.
Zo verfrissend. Oké, dan ga ik beginnen aan de ogen. We gaan even inzoomen. Nou, zoals ik al zei in het begin, in de intro, ga ik mijn ogen redelijk makkelijk houden met gewoon een pop van groen. Ik ga eerst gewoon beginnen met een kleurvol in mijn app. Kaderboog, omdat ik maar één kleur daar ga doen, gebruik ik gewoon mijn Hoola bronzer. En dit ga ik dan gewoon zo een beetje met mijn grote fluffy kwast gewoon zo aanbrengen in mijn kaderboog. Gewoon, hoeft niet heel netjes of secuur. Gewoon zodat er daar een beetje kleur zit, zodat je een beetje diepte hebt. Kijk, dat geeft toch wel echt een beetje verschil, zoals je kunt zien met die kant en die kant. Dan ga ik een grote winged eyeliner aanbrengen met mijn Maybelline eyeliner gel. Gel eyeliner. Is gewoon zo'n zwarte gel. En de kwast die ik hiervoor gebruik is de Sigma Winged Liner E06. Dat is een kleine eyeliner kwastje. Mensen, echt, als je op zoek bent naar een goede zwarte matte gel eyeliner, deze is echt super goed en betaalbaar. Hij is maar 10 euro, hij droogt ook niet uit. Ik heb hem echt al wel even en hij is gewoon nog goed. Echt geweldig. Nou dan de groene kleur. Je hoeft letterlijk maar één groene kleur te hebben. Dus maakt niet uit wat het is. Als je gewoon een goede groene kleur hebt in huis, kun je gewoon die gebruiken. Ik ga mijn Revolution X Tammy paletje gebruiken, de Tropical Carnaval palet. Echt een prachtig betaalbaar oogschaduwpalet. Als jij een goede betaalbare kleurrijk oogschaduwpalet wilt, dit is echt jouw beste vriend. En ik ga deze felgroene kleur gebruiken. En het is een glanzende kleur. Je kunt ook gaan voor mat. Je kunt doen whatever you want. En ik gebruik deze ronde bullet kwast om hem aan te brengen. Normaal gebruik ik een iets kleinere kwast als ik een kleur wil aanbrengen in mijn binnenste ooghoek. Maar omdat dit nou gewoon de kleur is van de hele look en ik iets meer wil aanbrengen, gebruik ik dus een iets grotere kwast. En natuurlijk weer van mijn eigen kwastenlijn, Sarah Marie Cosmetics. Wat ik doe om het nog extra te maken, is mijn kwast nat maken met MAC Fix Plus, zodat de pigment nog meer wordt. En dan breng ik die kleur zo aan in mijn binnenste ooghoek. Super mooie kleur dit. Ook een beetje naar boven. Ik breng het ook een beetje zo hier aan op mijn ooglid. Ik weet niet of iemand de Amerikaanse influencer kent. I love Sarah E. Maar ik heb deze look van haar gezien in haar video. En ik vond hem echt mooi. Dus ik wilde hem namaken. Ik breng nog iets meer aan om het nog heftiger te maken. Alleen wat zij deed in haar video is dat zij een matte groene kleur gebruikte. En ik ga voor een glans. Ik vind een glans toch iets meer poppen. En ook weer hier breng ik hem zo ietsje hoger aan. En dan trek ik hem zo een beetje naar de kaderboog. Oeh, I like it. En dan wat ik doe, dan pak ik weer deze winged eyeliner kwastje. Ik maak hem een beetje schoon in mijn schoonmaakspons ding. En die maak ik ook weer nat. En dan pak ik ook weer die oogschaduwkleur. En dan breng ik hem aan. Zo bij mijn wing. Eromheen. Zo, eronder. En dit doe ik zo alleen maar eronder. In haar video had ze hem ook erop gedaan, maar dat ga ik niet doen. Ik vind dit zo wel leuk. En wat ik ook doe, is dat ik die groene kleur ietsje meer naar buiten trek. Dus ietsje meer dan de normale wing. Nou, en that's it eigenlijk. Een hele makkelijke, draagbare groene neon look. Ik wilde het niet te gek maken. Ik wilde het wel een beetje toch wel draagbaar is houden. Als mascara gebruik ik mijn Essence You Better Work waterproof mascara. Als nep wimpers gebruik ik deze van de AliExpress. Dit zijn 3D mink wimpers. En ze zijn heel lang en er zitten zo van die gaten doorheen. Waardoor je de make-up nog wel goed er doorheen kunt zien. Dus ja, ik vind dit wel mooie wimpers voor deze look. En ook lekker lang en heftig. Ik weet helaas niet meer welke dit zijn, omdat ik altijd zoveel bestel. Dus zoek gewoon op Ali 3D Mink. En dan vind je allemaal van dit soort mooie wimpers. Ga ik even opdoen, ben ik zo terug. Oké, daar ben ik weer. Ik heb toch andere wimpers opgedaan. Ik heb van Velvet Studio Sheba op. Die van de AliExpress had ik verkeerd geknipt. Waardoor de ene groter was dan de andere. En de andere was weer te klein. En ja, I messed up. Dus ik heb gewoon andere opgedaan. Oh, deze plukken echt. Dit ziet er niet uit. Dan pak ik weer mijn Hoola bronzer. En die ga ik ook aanbrengen zo een beetje onder mijn ogen. Op de onderste wimperrand. Dan ook weer mijn Essence mascara. Voor mijn onderste wimpers. Dan ga ik mijn gezicht bronzen met mijn BH Cosmetics poeder. In de kleur 250. Dit is gewoon een matte poeder in een donkere kleur. Ik wil ophouden met in elke video MAC Give Me Sun te gebruiken.
Dus vandaar deze afwisseling vandaag. Voor blush gebruik ik mijn Essence Hey Cheeks paletje. En wat ik dan doe is dat ik al deze drie blushes gewoon lekker samen meng. Ik ga er gewoon zo lekker in zo. En dan heb je zo een mixje van een mooie blush. Super mooi. En doordat de middelste glanst heb je ook zo een mooie glans. I like it. Lekker veel ook. Dan een beetje poeder om het mooi strak te maken. Bij allebei de kanten. Oké, dan highlighter. Ik wil een beetje gek doen omdat we vandaag in het groene thema zijn. Ik heb hier mijn Anastasia Aurora Glow Kit. En ik ga deze groenachtige highlighter gebruiken. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat worden. Deze heet Helia. Ik hoop oprecht dat hij niet te groen is. Ik hoop meer op een huidskleur goudgroen. Oh, hij is een beetje goudachtig. Ik had hem meer groen verwacht. Oeh, I like it. Het is een beetje groen-goud. Oh, dat was echt precies wat ik dus net zei dat ik wou. Dat is hij gewoon echt. Love it. Mensen zijn al heel vaak bang als ze zo dit zien. Hebben ze iets van, oeh, iets te heftig voor mij. Maar kijk, op zich valt het echt mee. Het is gewoon goud met gewoon een groene shift erdoorheen. Waardoor het wel gewoon draagbaar is. Tenminste, vind ik. Ik vind het wel leuk. En wat ik dan doe om het allemaal nog heftiger te maken in mijn binnenste ooghoek, is dat ik die kleur ook nog een beetje hier overheen aanbreng. Dan pak ik de kleur Eclipse. Deze is gewoon echt champagneachtig. En die breng ik aan zo op mijn neus. Oh, hij is een beetje roze. Oh, dit is niet echt champagne. Het is meer wit-roze. Maar ja, nou heb ik het al aangebracht. En het is oké. Poeder kan er ook weer af. Oh, ik vind de look echt heel leuk. Ik had het niet echt verwacht eigenlijk. Af en toe begin ik gewoon maar en dan doe ik maar gewoon iemand anders zijn look na. En dan heb ik iets van, nou het zal wel of het gaat staan of niet. I don't know, but we will see. Maar ik ben op zich toch best wel blij. Ik vind het wel leuk. Nou, voor de lippen zal ik het een beetje normaal houden. Ik gebruik mijn Jeffree Star Liquid Lipstick in de kleur Celebrity Skin. Een hele mooie nude kleur. En dan gebruik ik mijn Catrice Hydrating Fixing Spray. Die lekt en ik weet niet waarom die lekt. Waarom lek jij? Oké, dan is de make-up klaar. Dan gaan we naar outfit, sieraden, haren, alle leuke mikmak. Ik ga me eerst naar omkleden. Ik ga deze neongroene kooltrui aandoen. Dit is het enige wat ik heb in felgroen. En ik ga nou een kooltrui aandoen met 28 graden, maar maakt niet uit. Alles voor de video. Ik heb hem ook van de AliExpress. Ik zet wel de link in de beschrijving. Zo, dan heb ik deze ronde diamantjes als oorbellen. Deze zijn ook felgroen, ook van de AliExpress. En ook van deze oorbellen zet ik de link in de beschrijving. Lekker makkelijk zo, hè? Alles van de Ali. Ook de pruik is van de Ali. Dus ik zet gewoon alles in de beschrijving. Heb ik al 100 keer gezegd, maar just making sure dat iedereen het hoort. Je weet toch? Nou, ik ga nou lekker overdrijven met al dit groen. En dan heb ik hier de pruik. Ga ik eerst even mijn haren losdoen. Nou, dit ben ik dan gewoon met mijn echte haar. Even een beetje omlaag borstelen, zodat mijn haar echt plat is. Wat ik dan doe, is dat ik een lage staart maak. Wow, mijn stem. What the F is dit voor stem? Ik had dus 4 van deze grote speldjes, maar 3 zijn verdwenen. Dus ik heb er nog maar 1. Dat is wel lichtelijk irritant. Dan ga ik het zo omhoog doen en dan zo vastmaken. En de rest maak ik dan nu maar met dit vast. Dan maak ik het ook zo hier vast. En dan wat ik doe is dit wel echt plat zo houden. En dan zo naar achteren draaien. Dan dit ook zo vastmaken. Ik vind het nou hier nog iets te bol. Dus ik maak het nog vast met nog een speldje. Whatever, het is niet perfect, maar whatever. Dan heb ik hier mijn huidskleurige panty haar ding iets. En die doe ik over mijn hoofd. Als je dit niet doet, dan ga je jouw donkere haarkleur, als je tenminste donker haar hebt, door de pruik heen zien. En dat wil je niet. Dus als je donkere haar hebt, dan moet je dit echt doen. Ik zou dit sowieso altijd doen, ondanks je haarkleur. En dan de pruik. Het is gewoon stijlhaar, super lang van de Ali. Het is een lace wig, dus hier zit wat lace, waardoor het is alsof het echt uit je hoofd komt. Dus ja, en deze was 30 euro, iets rond die prijs. En het is gewoon nep haar, gewoon plastic haar. Het is gewoon puur alleen
voor de gram, voor social media. Zo, en dan hier vasthouden en dan achter naar onder trekken. Oeh. Zo, en dan heb ik hier een schaar en dan ga ik dit er zo afknippen. Je kunt het ook eraf knippen voordat je het haar opdoet. Maar ja, ik weet niet, ik vind dit altijd wel fijn. Ik maak een schuine scheiding. Als je je pruik er echt heel echt eruit wilt laten zien, dan moet je hiervoor een paar haren eruit gaan plukken. Want doordat hier nou zoveel haar zit, oogt het een beetje nep, maar ik nobody got time. Dus ik laat het gewoon zo. Kijk, zo lang is de pruik. Echt super lang. Ik vind het wel echt heel erg leuk. Al moet ik zeggen dat die andere pruik er iets echter uitzag. Ik vind het hier allemaal iets te nepachtig. Maar I like it. Ik vind het wel leuk gewoon zo voor de lol. Het is lekker groen vandaag, jongens. Oh, ik zie er echt hilarisch uit. Nou mensen, dit was het dan. Dit was mijn neongroene makeover. In principe is de make-up best wel draagbaar. De pruik... zou ik misschien achterwege laten. Ik zou liever investeren in een pruikje die iets echt lijkt als je hiermee over de straat wilt gaan. Als je een wat lichtere huidskleur hebt dan ik, dan gaat deze groene kleur ook echt veel beter staan. Ik ben ook echt iets te bruin. Of de pruik had zo donker moeten beginnen bij de roots, dan was het ook wel iets echter geweest. Maar ik vind het wel leuk. Ik hou van experimenteren met looks en make-up en dit soort dingen. Ik vind het gewoon altijd leuk om mezelf te transformeren in iets wat ik totaal niet ben. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. I really appreciate it. Je kunt hier op mijn hoofd klikken om te abonneren. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!